We zijn nu vannacht bij jou. Hoe is het allemaal? Ja, dit wordt de outfit. En dan met die bucket hat. Dus ja, het is niet echt gezellig nu. Maar maar misschien moet je even die veen doen en dan zo Say hi to the vlog. Ik open zo die DNA test. Eerst wat ik zie is nog even dat het vast staat, jongen. Nou, ik lijk net op mijn crown. Nou, we gaan het er maar mee doen. Nou, hi iedereen. Leuk dat je kijkt naar deze vlog. Ik was de afgelopen paar dagen was ik echt ziek. Kon je ook wel in de vorige vlog zien, alleen ik liet het niet eens echt merken. Maar ik ben nu alweer een stukje beter. Ja, ik ben nu alweer een stukje beter. Ik leef echt op paracetamol, dus de kooppijn is een beetje minder. Vandaag ga ik naar Kwaku. Met mijn moeder en mijn vriendin. Dus ja, even mijn lippen doen. Mijn benen insmeren. Deze gaan zetten. Ik focus niet op dat, maar ja. Ik heb mijn haar gewoon gesteld, want die krullen die ik had gemaakt toen we gingen uit eten, die waren helemaal vroes geworden. En ik had echt geen zin om eerst, ja, ik moest dan eerst tijden dan krullen. Nu dacht ik, weet je, ik stel het gewoon even. Ik vind het wel prima. Kijk hoe laat het is. Oké, mijn moeder wil ook even een kwartiertje gaan. Dus ja, ik ga denk ik nu eventjes mijn benen insmeren. En dan ga ik even de camera nog eventjes aan de lader doen. Dus ik weet waar mijn lader is. Shit. Wat vinden jullie van mijn haar? Ik heb het soort van in de slag gesteld. Maar ik heb echt maar wat gedaan, want ik kan dat echt niet. Altijd als ik van de kapper kom, is het echt goed. En daarna is het echt lelijk, maar ja. Nou guys, we zijn bij... Kwaku! Kwaku! Nou, dat is echt lang geleden. Ja, wauw. Hoeveel jaar geleden? Ja, ik sinds 2018. Waar hebben we samen gegaan voor het laatst dat je bij mij was? Ja. Ik weet niet meer. Het was nog de laatste dag, hè? Oh ja, nee, het was echt lit, weet ik nog. Ja, het was echt gezellig. En nu is de eerste dag, dus nu is het sowieso ook gezellig. Dus ja, ik ga een beetje vloggen voor jullie. Let's go. Ik heb het echt goed mist. Maar misschien moet je even die veen doen en dan zo iedereen. Het is vandaag woensdag. Gisteren was het echt een hittegolf in Nederland. Het was 40 graden of zo. Dus wow, het was echt te heet. Ik kon echt niet slapen. Ja, ik ga me dus nu snel klaarmaken. Even kijken hoe lang ik heb. Is het jurkje niet te blij? Waarschijnlijk wel. Maar ik weet gewoon echt niks anders wat ik aan moet doen. Ik ga vandaag echt niks bijzonders doen. Oh. Even weer vloggen op mijn telefoon. Ik ben nu vertrokken. Het is half ongeveer, nee, kwart over drie. Ik heb mijn bucket hat op voor de regen. Het regent nu eventjes niet. En dan ga ik naar mijn wimperafspraak. En daarna ga ik naar mijn nagelafspraak. Want dit kan niet meer. En mijn wenkbrauw ook niet. Zeg ik nou wimper? Ik bedoel wenkbrauw. Say hi to the vlog. Hi. Maar niemand drukt op die knop. Oh ja, what the fuck? We zouden hier echt lang blijven staan, hè? Louisa.
in de stad aan het lopen. Net was ik met Suraina en de broer. En nu ben ik met, ben ik even alleen, maar ik ben hier met Christel en de zus. Dus ja. En ik heb een paar dingen gehad, maar ik laat jullie wel thuis zien wat ik heb gekocht. En ik vroeg op mijn telefoon, omdat om helemaal die camera te pakken met deze spullen, is me echt niet. Dus ja, ik heb denk ik een outfit. Nee. Nou jongens, ik ben net terug van de stad. Ik was eerst met... Oh, dat had ik al uitgelegd, by the way. Maar ik heb ook een paar dingen gehaald en ik wil het even mijn moeder laten zien. Dus ja, jullie gaan ook gewoon meekijken. Maar als allereerst heb ik bij de Primark een planga gekocht en ik koop nooit planga's. Maar Suraina en Sharana vonden deze mooi bij mij staan. Dit is item nummer uno. Ik wil het ook even zo laten zien. Helemaal leukie. En dan als tweede heb ik een buckethead gekocht. Deze zwarte. Dus ja, dit is de buckethead. Die ga ik aantrekken. Voor de festie. Moet die wel zo? Of moet die net hoe ik hem net had? Sharana ging me nog uitleggen. En dan heb ik zo'n wit topje gekocht. Maar ik twijfel voor dat BH-ding. Maar dat ga ik denk ik niet meer doen. Ik heb gewoon een basic wit topje gekocht. Wat? Vindt die niet leuk? Simpel. Ja, maar ik pas toch op die broek. Wat voor topje verwacht je dat ik aan doe? Crop top. Eigenlijk wat ik nu aan heb is leuker. Ja. Maar dit bandje zakt de hele tijd af. Dus ja, deze crop top. Oh nee, hij is geflekt. Hier ook al. Moet je ook lekker zwit kopen. Maar hoe kan dat? Ja, het is gaan passen. Kan je dat terugzetten? Ja. En als laatste heb ik deze broek gekocht. Die ik ook aan ga doen met 7 vest. Dat gaat niet passen. Niet? En die ga ik nu verpassen. Dus dan zien jullie het zo. Of nee, jullie zien het als ik het aan heb naar het festival. Nou, ik heb helemaal geen tijd om dit op te nemen eigenlijk. Maar het is nu, ik weet ook niet eens waar mijn telefoon is. Maar het is denk ik rond 3:15. 4, sorry. Ik moest vandaag werken van 7 tot 3 uur. En ik ben 3:30 thuisgekomen. En ik moet dan 4 uur weg, want ik heb afgesproken in Amsterdam met 2 oude klasgenootjes. Om te gaan naar de escape room in Amsterdam. En daarna gaan we wat eten. Dus drukke planning. Was 5 uur op. Ben op doorgaan. Dus ik moest heel snel mijn haar feunen, want vandaag is super raar. Het is echt de hele tijd hittegolf, 40 graden, 30 graden, boven de 20 in ieder geval. En dan vandaag ineens 17 graden, best wel koud. En de hele dag aan het regenen. Dus ik heb even mijn werkkleren geswitcht naar dit. Ik ga nu heel snel mijn tas inpakken. En dan ga ik gewoon de bus pakken. Oh ja, by the way. Ik heb in mijn pauze heb ik mini deo gekocht. Om mee te nemen in mijn tas. Dus ik ga er nu eentje meenemen. En ik heb zonnebrand gekocht. Dit is zo'n spray die je over je make-up heen kan doen. Dat is echt zo fucking handig. Want ik heb echt nog steeds geen goede zonnebrand gevonden. En Sharano, de broer van Suraina, waar ik gisteren mee was, heeft me gisteren wel eentje gerecommend. Zo. Nou, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag, korte vrijdag. Gisteren was ik met 2 klasgenoten naar de escape room en daarna gingen we nog wat eten. Dat was echt super leuk en gezellig. Het zijn dus echt 2 klasgenoten van de MBO. We zijn echt alle 3 verschillend. We wonen ook echt verschillende stad. Maar we kunnen echt goed met elkaar. Ik weet niet, we zijn gewoon echt een goede match met elkaar. Ook ondanks dat we zo verschillend zijn. Het was gewoon heel gezellig.
ziet mij niet eens, maar ja, misschien wel beter ook. Nou, dit is de outfit. Gewoon een spijkerbroek en een wit topje. En dan heb ik gewoon een leuk kleurtasje gedaan. Ik had misschien beter zwart kunnen doen, maar hier past ook mijn camera in. Ik heb me aangesteld en ik probeer hiervoor dus gewoon zo'n slag erin te doen, wat die kappers ook altijd doen. Wat zijn die dingen allemaal in beeld? Maar in ieder geval, ik heb dus geprobeerd. Alleen gewoon heel snel met één plukje, dus nu ziet het er misschien een beetje raar uit. Het is nu 2:30. Ik ben helemaal gebukt. Het is nu 2:30. Ik moet nu denk ik gaan lopen. Maar ik ga daar niet de hele tijd wachten toch. Dus ik ga even vragen of ze ready zijn of anders. Dus ja, ik heb er wel zin in. Het gaat ook vandaag niet regenen gelukkig. Anders had ik er geen zin in. Maar ja, ik ga dus nu even plassen. Ik heb ook echt dorst, dus ik ga ook even snel wat drinken. En dan ja, gaan we naar de Efteling. Oh ja, ik wou nog wat zeggen. Ik wou bijna mijn spullen inpakken en zo. Maar ik heb, nu ik toch aan het wachten ben. Ik heb dus zondag mijn DNA-test binnengekregen. En ik wou echt net slapen. Ik dacht nog morgen werken. Ik moet gewoon vroeg slapen. Ineens kreeg ik een mail van mijn DNA-test binnen. En we dachten, de hele familie dacht sowieso dat we iets Ghanees waren. En ik ging nog grappen, want mijn vriend is dus Sierra Leone's. Een deel. En ik ging dus steeds grapjes maken van ja, misschien zijn we wel hetzelfde. Maar ik had het niet verwacht of zo. Want ik dacht nog sowieso niet dat. Ik dacht gewoon Ghanees, de kans is klein. Dus ik open zo die DNA-test. Eerst wat ik zie is gewoon Sierra Leone's. Echt super grappig. En ik ben ook dus, ik ga het wel even aan jullie laten zien. Een deel. Zo ziet het eruit. Ik ben dus ook echt Nigeriaans. Dat had niemand verwacht. Sierra Leone's. En ook Chinees, wat iedereen wel had verwacht. Dit was echt altijd zo exciting als je hier naartoe ging. Schoolreisje. Ik dacht even dat het vast staat, maar hij zat echt helemaal broeien. Oh mijn god. Ik dacht even dat het vast staat, jongen. Ik vond het wel eng, jij vond het kapot eng. Ik ging echt alleen maar lachen. Ja. Oh my god. Guys, mijn moeder, ik heb mijn gulpjes open. Niet zo gek. Guys, mijn moeder heeft dit aan mij gegeven. Ze moeten jou eens zien in die spiegel. Wat is dat zien nu? Het is skincare. En ik heb dus helemaal geen SPF. Wat is aftersun? Na blootstelling aan de zon aanbrengen op de huid en gelijkmatig verdelen. Dus je hebt ook eentje na de zon en eentje die je voor dat je gaat zonnen. Sorry, nagel man. Look how pretty. Ik loef. Oh, ik had het eigenlijk echt veel mooier moeten presenteren. Het is gewoon mooi, is dat baby. Even vegen. Nou, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag 23 juli. En vandaag ga ik naar Zevenfest bedoel ik. En ik heb mijn outfit al aan. Ik heb toch gekozen voor dit topje. In plaats van dat andere topje dat ik had gekocht bij de Bershka. Deze broek. En dan mijn Converse schoenen. En een bucket hat. En het is nu, ik weet niet eens hoe laat het is, maar buiten aan of van de trap. 12:00. Ik ga nu vragen aan mijn vriend hoe laat hij bij mij is. Hij was gisteravond ook naar mij toegekomen. Want hij was in Amsterdam of Den Haag met zijn neef.
En toen kwam hij gewoon naar mij toe nadat ik van de Efteling kwam. En hij ging in de ochtend weer te vroeg terug naar Antwerpen. Spullen pakken en dan komt hij met een vriend mee met de auto. Jezus, ik ben met haar. Ik ga me nu eerst klaarmaken. Ik ga vandaag ook een TikTok maken. Maar ik ga ook sowieso vloggen. Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik ben klaar met de make-up look. Ik heb mijn haar dus gekruld. Ik heb mijn make-up gedaan. Ik moet alleen nog sieraden om. En mijn lippen doen. Maar ik weet niet hoe laat mijn vrienden hier naartoe komt. Is dat gezegd? Nee. Dus ik ga dat doen. Want ja, ik ga misschien nog even wat eten halen. Ik neem gewoon Fenty Beauty lipgloss mee. Dat is echt mijn fave ineens. Eerst had ik hem bijna nooit op. Deed ik gewoon meer... Oh shit, hij vlekt. Eerst deed ik gewoon meer lipcombo's. Met NYX en zo. Mijn outfit laat ik zo meteen in de spiegel zien. Mijn full outfit. Ik ben benieuwd hoe laat mijn vriend komt. Ik ben eigenlijk al ready. En ik heb er echt zin in. En ik ga nog deze bucket hat opdoen. Zo. Dan ga ik mijn merken afhalen. Als dit leuk is. Is dit een vibe? Eigenlijk loef ik het wel zonder de bucket hat. Oh. Moet die wel zo? Weet je. I don't know if I like the bucket hat. Misschien moet ik maar ook gewoon een kluis nemen daar. Maar dat is natuurlijk weer super duur. Fucking irritant. Ik krijg het er niet af. Oh, die bril vind ik wel een vibe. Terwijl eerst vond ik het andersom. Vond ik die bucket hat een vibe. En die bril niet. Nou. Oh, peel hier. Wauw. Als ik gewoon ga lezen. Oh nee, ik ben nog steeds niet wijzer. Bijna heb ik die bril gebroken. Nou ja, ik weet echt niet wat ik van die bucket hat ook vind. Nou, die bril gaat sowieso mee. Als ik die bucket hat gewoon niet voel, dan gaat hij gewoon in mijn tas. Zo. Dit is voor mijn podcast in bikini. Even kijken wat ik hiervan vind. Dus dit wordt de outfit. Dan met deze tas. Ja, dit wordt de outfit. En dan met die bucket hat. Ja, dat wordt hem. Ik denk dat ik op snel zat ga zijn. En stel je voor het begint om in random te regenen. Dan heb ik ook gewoon... Ja, het is gewoon helemaal toppie. Ja, ik voel mijn haar er best wel goed uitzien zonder bucket hat. Dus... Maar ik ga matchy zijn met mijn vriend. Dus daarom dacht ik, het is wel leuk als we beide een bucket hat op hebben. Ik moet zorgen dat ik niet op de slow motion knop druk. Anders heb ik geen vlogmateriaal van 7Fest. En ik ga gewoon nu even beelden schieten voor TikTok. Want ik ga een TikTok maken. Dus ja, ik zie jullie zo meteen als ik in de auto zit. Denk ik. Of daar zo. Maar ik ga wel veel vloggen voor jullie. Nou, we zitten nu in de auto. Mijn vriend was eerst nog even... Wow, ik dacht even dat er een vogel naar binnen ging. Mijn vriend moest eerst nog even een broek halen in de stad. We gingen eerst nog naar het Leidsrijcentrum. Een uur verder. Hij heeft die broek nog niet gegeten. Ik wil eten halen. Ik zit nu bij Kanaalstraat. Mensen in Utrecht kennen dat wel. Ga ik even snel Bidou halen. Het is inmiddels al... Ik wou er echt al lang zijn. Ik ben echt zo geïrriteerd. Maar ja. It is what it is. We zijn er denk ik pas om 6 uur. Dus ja... Ja, super irritant. Maar ja, weet je, soms lopen dingen gewoon niet hoe het moet zijn. Of tenminste, dingen gaan zoals het moet zijn. Dus als iets niet gaat zoals je wilt, dan hoort het blijkbaar zo te zijn. Dus met die spirit kom ik mijn irritaties. En ga ik zo meteen lekker bidoe eten. Want ja, ik heb wel gewoon honger. Ik wou ook nog lavish halen. Kijk, ik hou gewoon van planning. Ik heb in mijn hoofd, oké, dit gaat gebeuren. De planning klopt. En als iemand dan de planning opvolgt of later komt. Of gewoon met dingen erbij komt. Dan, en ik dan, en dan sowieso later ben dan ik had gehoopt. Want ik wou nog optreden zien. Dan raak ik gewoon geïrriteerd.
En het gebeurt gewoon zo vaak. Dus ja, het is niet echt gezellig nu. Maar ja, het wordt wel gezellig zometeen, inshallah. Dus ja, ik uit mijn frustratie even naar de vlog. Misschien laat ik dit niet eens erin, maar ik moet even mijn frustratie uit dan. Dus ja, ik vind dat mijn haar echt super goed zit. Dus dat is al een pluspuntje. Mijn make-up zit ook goed. Misschien niet zo handig om nu te vloggen, want mensen kijken me al aan. Van wat doe jij? En we zijn hier aan de straat. Dus ja, ik doe de vlogcamera weg. En ik zie jullie bij Zevenfest. Ik wil echt wel drinken, man. Ik vind het echt niet leuk. De rij hier is super lang. Oh, we gaan richting house. De rij is echt super lang voor al het eten en drinken. Ik ben echt not amused. Dit is leuk. Serieus. Ja, kom in hele. Noem je dat leuk? Lekker. Ik is voor mijn vlog, hè? Doe me wat taggen. Tag in de vlog. Ga ik doen. Hoe is je? Chronisch. Doe me taggen. Oké. Waarom zomaar? Ik ga je taggen. Zeg je naam dan. We zijn nu vandaag bij jou. Hoe heet het? Hoe